eerste kannerse carnavalisten. Dat is alweer een jaar voorbij. En de rood, ja, klimmerig, witter dan wit. We hebben weer de nodige geheimjes en informatie met u te delen. Dus je bent zwiegen als je goed te gaan. Ja, vlieg, ga maar. De lambas. Koi. We zijn natuurlijk heel erg blij met onze nieuwe prins Bart en onze prinses Lisanne. En jeugdprins Rick en jeugdprinses Alex natuurlijk. We hebben even getwijfeld onder de titels die we onze nieuwe prinses gingen geven. Van we gaan twijfelen, koningin Lisanne en hofnar Bart. Maar we hebben het toch maar gelogen bij je dus. Bart is ongetrouwd familie van mij, dus ik zie Bart zo boeite de carnaval orgel is. En dit zei er tegen mij. Filip zei er, ja, met die vrouw, als ik een eigen mening heb. En Lisanne is niet erbij, ze is niet in de buurt. Heb ik dan toch ongelijk? Ja, je bent gelacht, maar het is trouwens, je hebt het allemaal zien gebeuren op het prinsenbal, hè? Met onze prins Bart. Want anders, dan hadden we misschien gedacht dat Bart een goede mond gehad had, toestigen die zand en ja. Zelf zal ik hem hier vertellen over ons geweldig prinsenpaar. Hij zit heel erg leuk, die al serieus beginnen te zweten. Kijk eens strak uit de ogen allemaal. Maar het is net van de hits, maar het is van de komende verkiezing dit jaar. Dat moet ik nog even zeggen. Ik weet niet meer dat in de politiek zit of dat hetzelfde is als met carnaval. Maar Mark Vos, onze burgemeester, die is nu al, ik denk, van de derde keer. Hè? Dus nu, dat is een derde termijn bezig als burgemeester. Dus in carnavalstermen zou je Keizer Mark zien nu. Keizer Mark Vos de eerste. En dat vrienden van zeggen of van zussen, wat is het? Zeggen, ja. Maar wij vragen ons eigenlijk af, als ze nu zelfs na de verkiezing opnieuw dit jaar gaan krijgen. Ja, want dat weet het dan. Is dat dan dictator Mark de enige? Of dat voorzien we nooit in ieder geval. Ja, en de Blauw, niks te maken met onze prachtige hoofdtempeling. Die zien we ondertussen van de operator. Die heette Team Riemst. Dat is een leuke naam. Ik dacht juist dat ze een voetbalproof worden begroet. Maar Ludwig zei, mijn sportieve deug, dat is hier voorbij. Ja, Ludwig moest het net lukken in deze verkiezing, kind ze nog in de hardclubs beginnen, hè. Ja, maar ik kan u verzekeren dat ze zenuwachtig weg ontweuren zien, hè. Voor die verkiezingen. De hoge partij bieden in Brussel, of hoe zou ik maar zitten, veel vertrouwen in die plaatselijke man, dat hebben ze niet, hè. Pak nog bij de VLD, nu nog. Hebben ze door alle veranderingen, hebben ze dat alles in een Franstalige bij de MIR moeten wegholen voor een ministerpostje. Ja, en dan de VLD Riems. De vrolijke lokale denkers. Die dachten, ons gaan ze niet hebben. Ja, dan hebben ze Siebe Willens. De zoon van onze broers Danny, onze winter Danny, ja, hebben ze daar binnengehold. Toen Mark dat huurde, het zweet broek hem direct goed, want je hebt het juist al gehuurd, maar Siebe, die heeft heel duur van leven zitten, die schopjes kaars tegen. Ja. Pas op, dat is net met die blauwe lijn hoor. Bij de NVA, daar hebben ze Jan Peumann zelfs teruggehold. Teruggehaald, moet ze een chalet op Jan Salm. De dagen heeft de kinderen geneten van zijn pensioen, maar Bartje de Wever
bijdrage aan alles. Maar Mark, laat maar dat haal. Bij die CD&V is er nog wel eigen. Ze hebben ze zelf Jean-Luc te halen, moeten doen, druk doen naar reizen, om hun campagne kracht bij te zetten. Want ik geloof dat ze met de levende leden blijven net goed zien komen. En Mark, pas maar op met onze baby. Hè. Ik heb er al een paar keer gewaarschuwd, maar hij zegt die te puur gewoon in de stoel doen. Hè. Ja, en dan over de goeie, daar gaan we net over beginnen. Je moet er jezelf eens beslissen wat het nu is. Is het nu voorgoed? Is het nu achtergoed? Ik weet het niet meer. Gewoon even springen naar onze Prins Bart. Weet je trouwens, hè, dat moet in Wallonië, helemaal. Dus dat kennen de buurstummen, dus je hoofd niet te plaatsen met hem, dat heb je niet. Maar dat stond eigenlijk voor Ecolo. Ja, dat is onze kroon, zal ik zeggen. Want de vrouw heb je hem toe, ja, want hij is helemaal energie begangen. Dus die mogen maar een beperkte tijd douchen, met koud water dan nog. Ja. Dit monsterfaasje hebben we het gewoon liggen gezet. Maar hij stond dan met palace bij, wat het doen is, weet je net. En hij reed 40 kilometer rum om twee zijdgooien over te tanken. Dus, ja. Ja, het is me gaat geweest dat het stealing kan, hè. Aan de ene kant wordt de deur aan de kant afgegraven door de CBR. En aan de andere kant willen ze een pretpark ervan maken. Sommige leuven kan, die worden met de reek tot gemeentehuis vertrokken. Maar probeer maar eens met de bus van Kampel naar Reems te komen. Eerst de koesting al rap uit. De politiek, die hebben nog eens het ware woorden goed gevonden. Fietsen onder de berg. Dat deed je verder lang toen we jong waren. Totdat de politiek zag, dat is te gevaarlijk. Tot nu dan het is blijkbaar. Ja, gestopt. Dat is hetzelfde als iedereen kan het hier zo in een kraal. Totdat dat ook te gevaarlijk wordt, dat mogen allemaal erbij. Maar let maar op, binnenkort, die zien er al zo gebeuren. Unieke ervaring, zwemmen in de Jekervallei. Het gaat ervan komen, hè? Ja, zo worden ze vorige zomer ook flinke benzine gedraaid. Komen we toch een bende hippies in de berg een illegale raveparty houden? In de grotten, dat koest natuurlijk net, hè? Politie, leger, SWAT-teams, helikopters, drones, koest het op. Dat moest gedaan worden. Dat ging net natuurlijk, hè? Want de gemeente die hadden al flyers gedrukt. Legale raveparty in de gronden. Ja, en waarom zouden ze dan hoe die raveparty moeten horen voor te interviewen? Enfin. Hier blauw. Ja. Ik heb dit alles afgedrukt. Dat is nooit dus toch, hè? Wat volg je? Ik ga doen, dit is wel te gooien. Nee, wat volg jij dan op? Op de volgende bladzijde. Dat is allemaal verliefd. Nee. Ja, dat was een. En dat dan? Ja, dat is volgende. Ja, dat is wel echt erbij. Tel hem. Die vier randjes. Ja. Davy, die wist natuurlijk niks van al die plannen. Heel toevallig vond er nog een cent in de kas. Of op de gemeente, dat kind. En kook als een gepaste weken. In kamp kost dat tegenwoordig niks. Of ze gooien dat zo niks. Lekske verf en klaar om die hoorders, fietsers en toeristen hun geld in ontvangst te nemen. Maar eerlijk is eerlijk, dat een rasechte kalender zo gaat deed, daar kunnen we alleen maar trots op zien. Maar ik moet ik wel waarschuwen voor dat baby, hè.
ondertussen dat er de markt koeken maar geen is. Voorzitter van KNVV en nog veel meer dingen, dat hebben we voor jou al verteld als je dat nog weet. Maar nu begint er zijn horeca-imperium in Reims serieus uit te breiden. Een pastorie in Reims, de pastorie in Kan en in Gloeselderen is er ook al bezig. Hè? Je hebt dat nog altijd in het hoofd gedrukt, dus ik zit er niet in. Dat is een andere wereld, denk ik. Vuurwerk. Ja, oei. Oh ja. Ja, we zijn zelf ook jong geweest, dus we hebben ook pilkens en kretsers afgestoken onder de druk. In de keus van of. Met dit jaar, ja, wordt het toch wel heel erg, hè. Bij momenten dachten dat Poetin zijn raketten verkeerd stond, hè. Gelukkig heeft de gemeente er heel lang over vergaderd en een actieplan voor opgesteld. Aangezien het over het milieu gaat, vermoed ik, dit niet zeker, maar vermoed ik dat Peter Puyke dat met Mark besproken heeft. Dat ging ongeveer zo. Ik wil het er proberen uit te delen. Ja, Mark begon echt zeker skallen, of te proberen. Dat we kan even ergens tot de glummertjes proberen te kallen. Dus dat ging blijkbaar zo. Hey Peter, wat we doen om dat vuurwerk? Ja, Mark, daar ben ik al heel jaar mee bezig. Wat denk je dat ik moet doen? Peter, ik denk dat we Jos moeten indekken. Os moeten indekken. Mark, met een deken over de kop. Peter, dat hulp toch niet tegen vuurwerk. Maar toch goed gedaan. Mark, we zijn een rakettenschild met twee Amerikanen. Nee, Peter. Ik moet in januari een groot fjes. Fjes, toch? Een groot feest haten. Vier. Vier? Vier, oh. Dat ziet er helemaal niet uit. Dat is niet gezien. Haten voor alle mooi van Riems. Dat is je geld voor een rakettenschild. Maar, Mark. Als kan een pretpark gebeurt, mag in principe dat toch alle dag vuurwerk opgestoken worden. Weet je, dit is niet. Ja, Peter, dat is nog alles een gedachte. Maar, zo wie is het nog niet. Je moet Jos nog een China bemachtigen. We hebben een tussenoplossing van doen. Ja, Mark, ik denk dat ik het weet. Mark, als we nu eens een vergunning zouden afgeven. Ja, Peter. Dat is toch eens een goed gedacht. Maar, Mark, wij gaan dat eigenlijk handhaven. Wow, Peter, dat is geen probleem. Ik ga de politie schikken. Die komen toch al om de vier wijken in kan. Vier, als rood, witter dan wit. We hebben ook zo'n beetje onze inside man in de gemeenteraad. Er is maar één, dus ja, wel geheim is van het al. En we hebben dus gevraagd, laten we eens die vergunningen eens zien, wat uitgereikt zien in... met een die ogen van het vuurwerk. Hij heeft dus een heel kaf gebracht. Ah, is vast. Hey, dit is het. Nou ja. Nu is mijn blauw opnoemd en mijn kabel weg. Soms denkt de politiek wel eens onder dat je van kan. Of ze willen gaan troepsmeren om ze milder te stemmen. Richard Reggers, juist nog een geweldige buurt gedaan, met de scherpe pen, die woont 70 jaar dit jaar. Wat deed de gemeente om hem in de bloemetjes te zetten? Ze maken van de Steenstraat een zone 70.
Dan moesten we al een hele rappe auto hebben. En dan de hol op dat klein stukje, hè. Dat is tof. Ja. Dat hadden we bewezen, hè. Ja. Ze hebben het bord heel rap weggehold. Ik weet niet zo wat, maar het heeft nog eens zo lang gestangen, hè. Ja, en dat was Winters. Die groep, dat bleef maar gooien. Iedereen wil erbij komen natuurlijk. Maar, heb je nog al eens bekeken? Dat bleek nogal, hè. En die huurige sushoen? Ja, man. Je was een dag bij jezelf. Ik laat zijn winkelcode op zijn kutje tatoeëren. Dan mag ik genoeg bekwiet. Dat die landen kreeg. Want les vroeg me gelui of dat de zoon of een oom Rick gewit wilde hebben in de hoendwagen voor u. Gestofte hups, toch niks tegen hoendwagens, hè? Nee, dat wil nooit. Ja, Jean-Luc en Vico, die gaan speciaal ieder jaar naar Volendam. We hebben dan van die kampmuziek te luisteren, hè? Wie als Winters hebben we ook van die kerels met gouden handjes, hè? Wie Peter en Roy, die maken van niks schets, ongelooflijk, dat is heel knap om te zien. Maar als we van die putjes kiezen, dat zien eigenlijk geen gouden hand, dat zien eigenlijk uw zwarte kolenschap. Sorry, maar je kent van alles. En dan... Rudy en Danny, dat zien de mannen van die zich bezighouden met ons groenen. Voor de kinderen en voor de mannen. En ja, ze geven er allemaal excuses om. Maar volgens mij is dat goed om kop bij al die mama's te zitten. Hè. Gelukkig hebben we onze Tom. En zorgt dat alles netjes bleef en dat was gedragen. Hè? Dat is onze rots in de branding. Dank u wel, Tom. Ja, en dan zie je ook, als die kinderen zijn allemaal af gewoon, maar... We zien wel blij binnen de groep sowieso al, tot Daan gelukkig van stand is. Die heeft ze elske gevonden. En dat wil die toch? Dat wil die iets. Guurde zo heen en daar bij de volle al zo van de gek van grensgedrag of wie heet dat? Grensoverschrijdend. Oh, dus we zien blij tot dat ons haal is. En de dames van de Winters, die blijven er allemaal bij komen. De jasjes, speciaal embleem erop, broche erop, het helpt niet op. Ik geloof dat ze allemaal 14 zien. Maar moet we voor je oppassen, hè? Ja, dat zal ik gewoon geen op. Oh, ja. Dat mag ik zeggen, hè. Ja. Ik kon geen namen noemen, hè. Maar bij die vrouwen, ja. Dan zitten zo van die, ja. Ik moest dat zeggen. Van die feministen bij, zo van dat van vuur. Vuur dat het bij die rollen mogen nog, hè. Dat is te geweten. De wetsvol. Dat zie je van die types die zeggen... Voor wat zou ik een BH aan doen als ik alles in mijn onderbroek krijg? Schrik. Nee, ik kon het niet doen. Het was dat je prinsenpaar gesproken. Onze prins Bart, de Huste. Geboren en getogen in het weinige zonder nummerke. En 30 jaar geleden de horeca omgezwingeld in kan met vuur en passie. Dat is maar geschreven, dat mag gewoon niet zo weinig. Leidensgeneder, alle werker, daar hadden we toch aan een pintje los. Ik ben nog goed, dan ging een vijfbrugger op stap en hij moest nog werken in de Louvain. We waren gewoon al bezig, al een paar uur. Dan hadden we gedongen werken en kom er aan. Dat begoester om een helstempel te bestellen.
dan kreeg je klaar om nog zout voor ons te zien eigenlijk. Ja, en dat nummertjes tulken van hem, ja, het is zo onbegrijpelijk. Ja, onuitroeibaar blijkbaar, dat na 30 jaar, ja, veel in kan, en zelfs Lize, zijn eigen dochter, ja, die kan een goede ABN met hem, want anders verstond ze het goed niet. Ja, Bart is een verpleger, dat weet je, hij heeft zich omgeschoold, zo gaat jou geleden. En zijn lastigste vraag op zijn sollicitatiegesprek hoor, dat wordt: wat is het verschil tussen een orale en een rectale thermometer? En dan wordt denken en denken en denken. En toen wist hij het, de smaakzaak. Op zijn bakjes gegaan, hè? En toen door de gladde vloer, niks met kool op de morgen of zo. En ja, toen ook het al, hè, het ging. En ook nou, die zat ik langs hem, en had zijn zuurstofmasker op, en een rug aan die zand. Dat is lastig, hè, wacht, hè. Probeer het nou te doen, hè. Zie je, dat is tukkelslap. Wat zijn die dan? Vuurhoud, dat is tukkelslap. Die zal, als het goede vrouw geweest is, trekt zijn broek af, ze vult de stroom, ze draait dus hem weer. Dan zegt hij, dat ziet allemaal prima uit, hij verkleidt als het al die is. Leert er zijn masker af, zegt er, zie mijn testresultaten klaar, wat doen we? Maar, gaat er nog op de dokter binnen, dan vroeg die zal, zo bezorgd is dat ze gewoon, dokter. Ik ben lang heeft er nog te leven. Zij de dokter? 10. Wat is die dan? 10? 10 jaar? 10 maal? 10 wijken? Zij de dokter? 9. 8. Ja, dan nog dat het dan gevallen wordt, dan ja. De wijk nog maar tot weg gewoon op controle bij de dokter. Ja, dan zei de dokter. Kindje met een urine, ontlasting en spermastaal bezorgen voor de controle. Zei die dan, Bart, geef een drinkse proef af, dat zit alles in. Weet je, we hebben nog een speciaal Bart-verzekering moeten pakken. We hebben lang moeten zeuken, want natuurlijk, nadat er in de gezetting. Daar de verzekeraars, ja, no way, dat deed het. Maar, oké, hij is al een keer op zijn kop gevallen. Vorige week stikte zich een pin onder zijn auto. Weet je wat ik wel niet. Ja. En technische aangelegenheden zien ook levensgevaarlijk voor Bart. Dus, vorige week, bijna elkaar. Ja, we gaan met gaan mannen nog gaan werken. Hoppa, gaan mannen en Bart dan. En dan zien we net zwaar om te installeren, 40 meter. En we stonden naar door de laatste meters, en hij werd het uiteinde van die laatste lang was. Ik zit op mijn tong en ze vertoonde. Dan zei er, kijk aan, zei er. Als ik geen bloos, dan geeft dat niet. Maar Lisanne zit wel beter, hoor. Lisanne doet laatste in een van haar niet nuchtere momenten, ik zal het zo zeggen, en een deksel op een 10 vallen. 10 gebroken. Kun ze dan nou bij de dokter? Zegt ze, kan ik nog belet aan zijn dokter? Ja, zeker, zegt de dokter, geen probleem. Oh, super, zei Lisanne, dat heb ik van de vuur goed gekend. Maar op één puntje pas met deksel, zeggen ze. En 14 jaar geleden komt prinses Lisanne Bartus tegen, en andersom.
Zo'n maar zo'n jeugdprinses geweest. Ik had eigenlijk ook gewakken. Lisanne, opgegroeid op de Muizenberg, op een top Kammerse. Ja, de hele niet op de bank, hè. Feestje, etentje, drinkje, op stap, jatsen, op vakantie, Rockwerchter, Pinksterfeesten, Ibiza, Tomorrowland, carnaval. Ja, stilzitten is niet al die zandelijke besteed, hè. We hebben die ziekte eens opgezogen, hè. En in het Engels heet dat FOMO. Of in het Kammers, BUGTM. Weet je wat dat is? Bang om jet te missen. En wat is dat nog wel eens een onderwijs? Als visjes of bals naar woesting net vermoeiend genoeg zien, dan moeten ze dan nog een befaamde afterparty tegenaan. Drein, veer, vief, zij zoals morgens. Al lot zo gewerkt, geen probleem. Maar tot een dag erna natuurlijk, hè. Ja, en Lisanne, ja, eigenlijk is Lisanne slimmer als dat je allemaal denkt, hoor. De heet van die hobby's, ja. Lisanne, die is geobsedeerd door de Griekse mythologie. Echt hoor. Lisanne is helemaal gek van Hebe. Weet iemand wat dat is? Hoor net. Ik wil niet zeggen dat ze alles wil hebben. Nee, Hebe, dat is de Griekse godin van de eeuwige jeugd. Toen Bart nog pas een kan hoor, en heel net van carnaval, want in Mummerke, zo weet je zien, daar hadden ze nog maar juist het heksenverbranden opgegeven. En als ze dan een familiereunie houden, dan komt het heel duur bij ons. Sorry. Maar we hebben maar schatten en hebben geadopteerd. Eigenlijk, ja, een asielzoeker avant al in. Als wederdienst is er toch maar een eenmaal gemoeide. Dat nummer van tegenwoordig is dat gewoon kansen uit. Maar de wens, als dictator ben ik ook misschien, ja, en de Russische gebied annexeren, weet je, dan kan maar wel Poetin. Dan kent ze los komen door en dan heb ze nog een attractie erbij, dan weet dan het volk van kan. Maar wees niet voor hoe die baard goed gekomen als prins. Baard is net zomaar prins geworden. We zien dat eigenlijk al een jaar of drie mee bezig. Ja, eigenlijk met Lisanne, met Bart, maar met Lisanne. En met Lisanne wordt dat eigenlijk direct geregeld. Die zegt, ja, geen probleem. Met Bart, ja, dan hadden we toch wel een beetje als twijfels. Ik zeg, het gestof is... Ja, technisch ben ik... Ja, dan, ik lees die stuk gewoon een rol. Ja, maar hè. Jo, dat is een sollicitatiegesprek in beeld, zeg maar. Nee, nee. Vlammen, wie waard? Waar? Hoe is dat verdoven? Ik wil dat druk. Doe dat niet aan. Nee, ik heb net druk. De volgende dan. Dat is altijd goed als je het verduidelijk ziet van wat wij als twijfels hadden. Hè? Dat is Bart in actie op een van zijn befaamde feestjes. Hier hebben we nog zo'n schoenen. Ik beschrijf dat dan allemaal met Christophe, maar ik kreeg steeds meer, meer twijfels. Dat is ook onze waard. Maar dat is een sollicitatie, dat worden we proeven, hè? Ja, maar dat is nog niet de sollicitatie, hè? Bart. Bart. Dat hoort met zo'n zin, trouwens. Lees het dan. Bart.
Ja, gestoft is het, dus in de midlife-crisis, dat heeft Eva Orgel gezag, hè. Die wil soms niet bij dat hij, dus... De zus heeft die foto's. Maar... Je moest er wachten, Christophe. Ja. We hebben Bart dus... uitgenodigd op een paar gesprekken. En we hebben dat ook gefilmd, natuurlijk. En hij, op dat filmpje kan je zien wie Christophe Bart leert voor een beetje degelijk te dansen als er preens is. En Christophe probeert het er wat voor te doen. De Obi en Lise proberen het ook. Met een twijfelsteek leven. We hebben een tweede sollicitatiegesprek gedaan. En dan wordt er gewoon maar voor een lange zien wat ze in de maat hebben. Maar bezocht, het is eigenlijk gewoon de zuurste stof er zit, hè. Dus ik hoor dat we hier van doen, eigenlijk. Maar uiteindelijk, na lang overlag, hebben we dan toch maar besloten van... Goh, Bart, de was vreemd zweuren. Dat is het moment dat we hem zagen. Euphorie. Oh, ja. Die is allemaal sowieso heel blij. Dat was wel zo blij, de dag daarna. We zitten heel braaf, wie zijn schoen alles op de zetel. Wat deed Bart dan iedere zondag? Je hebt al zo te zijn, want ik heb dat niet iedereen, dat is toch een brave jongen. Maar ja, je ziet het. We zitten nu met Bart. Bart was prins, die is anders prinses. Dus we moeten er een geweldig jaar van maken. VR konden ze nu zelf terugtrekken om te kijken wat voor volgend jaar. Hoe je dat zo goed kunnen toveren, hè? Want het is tover, het is niet makkelijk. En dan zal er volgend jaar weer van alle sappige roddels voorzien. Dankjewel.